Hoi, ik ga deze Hora Dikita Choco Banana Kit maken. Hij is simpel, maar ik had wel zin in wat lekkers. Dus het leek me toch heel erg leuk om hem te proberen. Oh, ruikt meteen lekker. Bananensnoepjes. Er zit een zakje chocoladesaus in. Een zakje sprinkles. Een klein stokje en chocoladebanaantjes. Begin met het zakje chocoladesaus. En het zakje sprinkles doe ik in het andere bakje. Mooie pastelkleurige sprinkles. Wat ik nu moet doen is, ik ga dat stokje gebruiken. En daar steek ik een banaantje op. Ik dacht even dat het een soort spekje was, maar het is wel wat harder. Het is een soort schuimachtig snoepje. Daar doe ik op de bovenkant, ga ik die door de chocoladesaus halen. Yummy. En dan sprinkles. En dan is dit je chocoladebanaantje. Nu vind ik het een beetje onhandig dat ze er maar één zo'n stokje bij hebben gedaan. Ik denk eigenlijk dat het leuker is om gewoon een paar satéprikkertjes of een paar van die kleine prikkertjes te gebruiken. En ze daar dan gewoon op te laten. Want dan kun je ze ook wat makkelijker laten drogen. Als je geen extra prikkertjes hebt, dan kun je hem er natuurlijk afhalen en het prikkertje gebruiken voor de volgende. Dit zijn ze, de choco banana's uit de Hora Dikita Do It Yourself Candy Kit. Het ruikt echt heel lekker, ik heb heel erg zin om ze op te eten. Tijd om te proeven. Het duurt wel even voordat je je mond leeg hebt met deze schuimpjes. Je moet even goed kauwen. Ze zijn heel erg lekker. Chocola en banaan is natuurlijk een hele goede combinatie. Maar echt lekker. Ik zei al, hij is simpel, maar ik heb wel zin in wat lekkers. Dat was een goed idee. Dit is hem, de Hora Dikita Choco Banana. Hij is te koop op moscures.nl. En handig aan deze kit is dat hij door de brievenbus past. Dus je hoeft geen pakketpostkosten te betalen. En dat scheelt natuurlijk. Dus als je op zoek bent naar een iets goedkopere candy kit, dan is deze zeker aan te raden. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!